Welkom terug in Playmo City. Wel, waar zijn we nu beland? Dat ziet eruit als Mars. Hola, en Robert is er ook? Zeg eens, is hij al naar Mars gevlogen? Zoals jullie net konden zien, heeft Mars een heel ander oppervlak dan onze aarde. Och ja, helemaal vergeten. Vandaag heeft de klas een uitstap naar het Space Center. Hallo. Sorry dat ik te laat ben. Er is nog veel te doen vlak voor de start van onze Marsmissie. Geen probleem. Robert was zo vriendelijk om ons al een film te tonen. Ja, hij doet dat echt geweldig. Wel, kinderen, dit is meneer Parker, de papa van Lisa en Bennett. Hij werkt hier en is zo vriendelijk ons een rondleiding te geven. Hier zien jullie een heleboel hoogwaardige, dure techniek. Blijf dus mooi bij elkaar en raak niets aan. Nu vindt die tweeling zich zeker interessant door hun uitvindersvader. Wauw! Hey! Wauw, zo groot! Hallo kinderen, welkom. Hier zien jullie ons Marsstation. Het is nog niet helemaal klaar, maar vertrekt binnenkort naar Mars. Natuurlijk niet als één geheel, maar in afzonderlijke modules die we dan met onze raketten op reis sturen. Samen met mij. Hoe lang is het vliegen naar Mars? Een heel goede vraag. In het ideale geval duurt het 7 maanden, maar het kan ook meer dan een jaar duren. Dat komt omdat Mars niet altijd even ver van de aarde verwijderd is. Dat verandert elk jaar. Wat? Zo lang? Wat doe je dan de hele tijd in de raket? Dat is toch oerzaai? Het is inderdaad een lange reis, maar onderzoekers, en dat zijn de meeste astronauten, hebben altijd iets te doen. Wij robots gaan over op stand-by-modus. Dat is net als slapen met 1 oog open. En wat is er te eten? Ook een heel goede vraag. Zoveel eten kan onmogelijk mee. Het moet aan boord geproduceerd worden. Daarom hebben we deze serre. Groente? Dat is net als thuis. Oké, dan blijft Bennett misschien best op aarde. Hoe is het weer op Mars? Op Mars is het weer niet zo aangenaam als op aarde. Meestal is het ijs en ijskoud. Minstens zo koud als in het ijsvak van een koelkast. Maar meestal nog veel kouder. Ha, dat is een goede plaats voor die kwaakdoos. In de koelkast. En wat is daar grappig aan? Jullie zijn echt sufferds. Stilte! Daarom heb je een ruimtepak nodig. Zelfs als je gewoon het vuil buiten zet? Ook dan. Zo saai. Wie interesseert dat nu? Hé, laat ons binnenin een kijkje nemen. Is er leven op Mars? Dat weten we nog niet, maar we zullen het uitzoeken. Help! Help! Hoe erg. Ik heb hem toch gezegd nergens aankomen? Uitstekend. Het werkt perfect. Dankzij artificiële intelligentie kan ons Marsstation herkennen of de personen die er binnen gaan daartoe bevoegd zijn of niet. De gezichtsherkenning is gebaseerd op een Siamese, kunstmatig neuronaal netwerk. Dat eerst een latente kenmerkfactor van jullie gezicht maakt en het dan met de vooraf berekende kenmerkfactoren van onze medewerkers vergelijkt. Dat klinkt plausibel. Wat meneer Parker bedoelt, is dat een computer net als de menselijke hersenen functioneert. Zoals jullie als kleine kinderen geleerd hebben om familie en vrienden te onderscheiden van vreemden, kun je dat ook aan artificiële intelligentie leren. Ik kan dat ook.
Parker. Dat is allemaal erg interessant. Maar kan u misschien even de deur openen? Oh ja, natuurlijk. Hoe ging dat ook alweer? Heb ik de deuropener eigenlijk al geprogrammeerd? Ik wil naar huis. Ik dacht dat we er nooit meer uit zouden geraken. Darren, kalmeer nu eens. Alles is toch weer in orde? Ach, Robert. Jij bent de leukste en vriendelijkste artificiële intelligentie die je ken. Och, ik had die drie er graag nog wat langer in gelaten. Ik denk dat ze behoorlijk geschrokken zijn. Ik wou alleen niet dat die drie mee op Marsmissie gaan. Soms wens ik hen toch naar de maan. De reis naar daar is aanzienlijk korter. Ze zouden echter niet de eerste mensen op de maan zijn. In 1969 landden de Amerikanen als eersten op het maanoppervlak. En ook de Playmo's waren in de jaren 80 met het Playmo Space programma op de maan. Volgende week gaan we naar de camping. Dat zien jullie in de volgende aflevering. Tot volgende week op Playmo High. Vergeet dit niet leuk te vinden. Dag meneer Parker. Meneer Parker, ik heb zo net het aftellen gestart. Kijk eens aan. Welke kleine robot speelt hier met de knopjes? Dat zetten we maar beter even uit. Lieve deugd, dat is op het nippertje goed afgelopen. Tot ziens dan maar. Tot de volgende keer.